Hoort u dan echt niks van me zeggen? De dokters hebben gezegd om zo normaal mogelijk te doen. Emma! Dit huis is superleuk. Zo groot, precies een kasteel. Is het echt? Allee. Zijn het getal verleerd misschien in een bak? Zo? Klopt niet. Oh, pardon, mevrouw. Dat is nog 5 euro terug. Ja, dat dacht ik ook. Het is de eerste keer niet. Ik weet het wel, hoor. Ik raak precies niet wakker zo vandaag, amai. Ah, voilà. Hij is daar. Oei. Goedemorgen, jongen. Mm. Nog in vakantiemodus? Echt wel. 3 keer of zo op die snoes gedrukt. En uw mama is ook al 3 keer zo heel lief. Goedemorgen, Robin, komen roepen. Zeg, zal ik straks mee naar school lopen met u? Ik wil op tijd in de winkel zijn, want Arun kwam om 8:30 open doen. Want die wil zelf nog, voordat hij naar zijn werk gaat, naar Noortje en Nadia. Zeg, hoe is het daar eigenlijk? Weet jij daar iets van? Want ik had een berichtje gestuurd naar Nadia, maar ja, die heeft natuurlijk iets anders aan haar hoofd, hè? Ja, niet zo goed, vrees ik, maar... Nee. Zeg, waar moet Arun komen open doen? Allee, jij kunt toch zelf binnengaan met een sleutel of zo? Ah, nee. Ja, ik heb nog geen sleutel, maar dat is zo afgesproken. Dat zal toch makkelijker zijn? Ja, maar dat komt nog wel, hè? Oké. En hoe is dat eigenlijk? Tof? Ja, tof. En ja. Is dat niet raar of zo? Nee. De oude madammetjes praten vooral wel graag met mij. Allee, zeg. Je hebt succes bij de oude madammetjes. Dat jij dat zelfs nog kunt. Wat? Bidden. Bidden? Maar ik kom daarvan tot rust. Doet me goed in mijn hoofd. Ja, met dat van Noortje momenteel. Ja. Heb je al iets gehoord over van de dokters? Nee. Geen nieuws is goed nieuws, zeker. Dat is een echte domste uitdrukking die ik ooit heb gehoord. Hè? Ik denk dat we op dit moment gewoon moeten afwachten wat de dokters zeggen. Ze zitten in het ziekenhuis, ze ligt daar goed. Alles is oké, alles is stabiel. Dus maak je geen zorgen. Ja. Hey, ik moet bijna vertrekken, maar heb je al iets gehoord over Bart? Bart? Nee. Ik denk dat je mama tevreden is en hij heeft werk, dus dat komt wel goed, hè? Geen enkel klachtje of zo? Nee, hoezo? Gewoon door zijn verleden eventueel. Weet jij iets meer of zo? Nee. Of weet jij iets dat wij niet weten? Nee. Ik weet alleen dat ik naar school moet. Ik ben door. Zeg, straks om 5 uur aan het ziekenhuis? Sowieso. Alright. Maat, sorry. Ciao. Maar. Misschien kunnen we deze woensdag al iets leuk maken voor Noortje. Alleen om haar kamer wat op te fleuren. Ik denk wel dat ze dat gaat appreciëren. Gaat je straks? Ik was een plan om na 5 uur te gaan, want ze hebben eerst nog van die onderzoeken dat ze willen doen. Denk je dat die onderzoeken gaan helpen? Of dat ze er wijzer uit worden? Ik heb de hoop al lang opgegeven, Lore. Jij moet de hoop niet opgeven. Jij moet de moed erin houden. Komt wel goed. Dank je wel, man. Daar is ze. Is het zo laat? Ja, op bus. De bus? Sinds wanneer daar? Sinds dat ik verhuisd ben. Sorry, hè? Verhuisd. Ingetrokken in een paleis. Ja, ik kan daar toch ook niet aan doen, hè? Het is gewoon thuis voor mijn papa zijn baas. Ik weet dat toch, dat was een grapje. Kijk er echt naar uit als we binnen mogen, hè? Hé, dat nieuwe kot, dat gaat echt cool worden. Ja, mijn papa zag het niet zitten dat er van het weekend veel vol kwam.
omdat hij nog moest uitpakken en zo, maar misschien woensdag. Cool. Dan kunnen we dan misschien al die speeltjes van Noortje kamer maken. Het zal wel een beetje. Het is maandag, hè. En dat is voor iedereen. Kom. We used to be strong, now it's like we don't care. Instead we're calling now for help. Voilà, donc deuxième exemple. Hier, nous sommes... Dit is echt een stomme taal. Steven? Un problème? Tu peux répéter en français? Hm? Non? Pas? Emma? Wat was dat? Ja, een kip. Dan zie ik u graag samen met uw kip aan de leraarskamer na school. Hè. Dan kun je het eens allemaal uitleggen wat er net gebeurd is. Hè? En als jullie toch allemaal zo inventief en creatief zijn vandaag, dan zullen we daar een toetsje aan koppelen. Hè. Een spreekbeurt, iets wat met Frankrijk te maken heeft of iets wat met Frans te maken heeft. Emma, jij en uw kip, je gaat een link moeten zoeken hè, voor Frans. Maar ik ben zeker dat je wel iets kan voorzien. Hè. Ja. Succes allemaal. Dat kun je niet menen. Wat? Ja. Van die spreekbeurt? Ja, ik heb hier echt geen zin in, hè, Emma. Oh, Emma, wacht even. Emma. Deze foto plaatsen op Instagram? Je mocht eerlijk zijn, hè? Ik weet het precies niet echt. Ja, het is misschien wel raar, inderdaad. Ja, maar weet je, ze gaat dat zelf misschien ook niet zo leuk vinden. Als ze dan achteraf zoiets ziet dat er op je social media staat. Allee, het is misschien beter als je een foto op zet dat ze weer beter is, toch? Ja, maar ik wil ook gewoon laten zien dat ik een goede broer ben. Snap je dat ik er echt voor ben? Dat weet ik. Maar iedereen weet dat je een goede broer bent, geloof me. Ik wel, man. Zeg, trouwens, nog iets goeds van Emma laten zien? Nee, maar ik ben er ook echt niet meer achter gaan zoeken met dat van Noortje en zo. Bart vertelde dat een kameraad van hem en zijn lief ook in de zee waren. Ze waren gaan zwemmen, maar ook 's nachts, maar die zijn verdronken. Serieus? Oh, ja. Over Bart gesproken, hoe is het met hem? Je bedoelt in een superrit? Allebei. Ja, hij is wel content eigenlijk. Ja, de madammetjes hebben een boontje voor hem, zegt hij altijd. Heeft hij dat gezegd? Ja, mijn moeder, haar reactie. Ja, echt wel blij. We zijn allemaal blij dat het zo een beetje normaal is, snap je? Ja, ja. En we zijn ook gewoon blij dat Bart die kans krijgt. Trouwens, mijn moeder wou jullie nog uitnodigen om te bedanken en zo voor de kans dat hij krijgt. Maar aangezien dat Noortje ziek is... Noortje? Dus... Dude, ik ben te laat. Ik ga naar het ziekenhuis, man. Hey, later. Yo. Zij de leerkracht eigenlijk? Oh, niks. Ik heb gewoon sorry gezegd. Waarom had je dat niet gedaan? Maar de les was gewoon, ik weet niet hoe saai. Iemand moest iets doen. Emma, door jou hebben we nu wel een spreekbeurt Frans aan onze broek hangen. Hè? Oh, serieus? Precies, dat is mijn schuld. Ja, ja, de mijne is niet, hè. Doe niet achterlijk, hè. Je weet dat die spreekbeurt er sowieso ging komen. In ieder geval, ik heb daar echt geen zin in. Worst nightmare. Dat is Engels. Aha. Wacht maar. Maar jij kunt dat wel veel beter als ik, hè. Wat moet ik nu doen? Moet je mij helpen, alsjeblieft? Alsjeblieft. Weet je waar we voor spreekbeurt zal gaan? Nee, zwijg er maar over. Je moet de mondmasker aan doen. Ze is verzwakt en
zou anders heel snel infecties kunnen oplopen. Dus, ja. Het zou nog een knappe dokter kunnen zijn. Nee, wees, dan had ik denk dat het beter is. Nog even uw handen ontsmetten met die antibacteriële zeep. Kom, kom maar binnen. Hey, Jean. Je blijft hier nog even. Ik ga naar de superhits. Geef langs daar. Maar ik wil ook wel boodschappen doen, ze? Nee, dat hoeft niet. Het is trouwens niet voor boodschappen. Het is om mevrouw Frans even te zien. Want ze wil blijkbaar je mama heel dringend spreken. En die heeft andere dingen aan haar hoofd. Hoezo? Mevrouw Frans? Dat weten wij niet. Maar mevrouw Frans heeft altijd iets om over te klagen. Laat je me iets weten dan? Ja, als jij dat wilt, ja. Waarom? Gewoon, zoiets. Goed. Ja, wel. Ik zie je dan vanavond thuis. Ja. Zeg, wat vond je nu ervan? Van wat? Van mijn kip, de... En filmen. Met mijn gsm, of wat? Ja, dat was de opdracht, toch? Maar allee, je weet even goed dat filmen in de rest, dat gaat toch gewoon niet? Ja, de, daarom is het ook een uitdaging, hè. Omdat het niet gemakkelijk is. Bon, dus opdracht niet geslaagd. Welke opdracht is niet geslaagd? Ik moet toch. Ademen. Wat is er? Niks. Maar Emma. Niks, Laura, oké? Okay? Ja, versta je dat beter? Ik kan Emma echt niet meer uitstaan. Hè? Ik wil die nooit meer zien. Wil je er nog mee doorgaan met onze geheime opdrachten? Ja, tuurlijk. Ik vind het echt nice om je als soulmate te hebben. Ik durf er echt op te wedden dat je Seba iets mee te maken had. Dat kan gewoon niet anders. Trouwens, kan ze dat zelf niet komen vragen? Is ze daar te bang voor of zo? Ja. Doe me echt waar. Emma? Wat was je aan het doen?